President Santokki heeft in zijn jaarrede op 1 oktober diverse vormen van belasting aangekondigd voor het nieuwe begrotingsjaar. Eén daarvan is de bronbelasting. Winston Ramotashing, voorzitter van de Vereniging van Economisten, denkt dat het staatshoofd echter niet goed heeft begrepen wat bronbelasting is. Verder is het voornemen om in het komend jaar bronbelasting, withholding tax, in te voeren en de fiscale jurisdictie uit te breiden tot de economische zone op zee. Bronbelasting is een ding dat, als het vorig jaar, twee jaar voor al op de begroting staat, eerst voor 60 miljoen, voor dit jaar staat er voor 80 miljoen op de begroting. En dit jaar, 2022, verlagen we het naar 7 miljoen. En de president komt vertellen, we gaan bronbelasting invoeren, terwijl het juist dat verlaagt. De bronbelasting is een belasting op diegenen die je niet kan pakken, diegenen die buiten de grenzen werken. Bijvoorbeeld op zee, op de olieboorplatform, etc. Als je dat kan invoeren, dan kan je ook die mensen, die geldconsultants, ingenieurs en zo, kan je ook die mensen belasting laten betalen. En dat is een goede zaak. Ook de belasting toegevoegde waarde, oftewel BTW, wordt doorgevoerd. Ramotashing verduidelijkt dat de omzetbelasting die per 1 oktober is ingevoerd, zal vervallen op het moment dat de BTW wordt ingevoerd. Alleen denkt de VES-voorzitter dat het invoeren van de BTW op 1 juli 2022 niet haalbaar is. We moeten echt veel meer kwaliteit inzetten om een BTW nationaal te kunnen doorvoeren. Het vraagt een enorm goede administratie. Dat betekent elke Chinees op de hoek moet een computer hebben dat verbonden is met. Dat wil zeggen, er moet bij elke bruine bonenblik die je koopt, moet er een bepaald bedrag aan BTW worden afgedragen. Het vraagt nogal wat organisatie. Het is niet onmogelijk. De meeste landen in het Caribisch gebied hebben het. Alleen, je moet doen wat Europa zou moeten doen. Omtrent de jaarrede in het algemeen zegt Ramotashing een aantal goede voornemens te hebben gehoord. Maar dat de politieke wil daartoe ook aanwezig moet zijn. Zo zou het tripartiet overleg niet alleen over de sociale initiatieven moeten praten, maar voornamelijk over productie. Als we niet aan de productie gaan werken, gaan we nooit sociale steun kunnen geven aan de zwakkeren in die samenleving. Want het geld moet ergens verdiend worden, besluit Ramotashing.